Het kan je bijna niet zijn ontgaan. Woensdag hadden Instagram, Facebook en WhatsApp last van een grote storing. Urenlang konden amper tot helemaal geen foto's en video's gedeeld of geopend worden. En in sommige gevallen werkte zelfs de hele app niet. Maar dit hele verhaal heeft nu een bijzondere wending gekregen. Want door die storing is per ongeluk onthuld hoe de social media apps foto's die je uploadt scannen en daar informatie uit halen. Zo zag woensdag een gemiddelde fotogalerij op Facebook eruit. Zoals je ziet zijn de afbeeldingen die niet geladen konden worden vervangen door tags die bizar genoeg precies beschrijven wat er op die foto te zien is. Linksboven, afbeelding bevat mensen staand, tafel, eten en binnen. En rechtsboven, één persoon, lachend, gras, buiten en natuur. En rechtsonder, één persoon zittend, schoenen, kind en buiten. Alles wordt door het systeem herkend. Van vakanties tot huisdieren en hobby's. De tags worden geregistreerd door het herkenningssysteem van Facebook. Die al de foto's zo labelt. Zelfs zonder dat je deze woorden zelf aan bijvoorbeeld de beschrijving hebt toegevoegd. En de storing op Instagram, WhatsApp en Facebook, die was na zo'n 10 uur eindelijk verholpen. Zo gaf Facebook op het platform van hun concurrent Twitter aan. Een duidelijke oorzaak van de storing geeft het bedrijf niet.